Ja, die milieugroepen, die gingen allemaal tekeer over die Formule 1. Ja, maar goed, als we daar gehoor aan moeten geven en luisteren even, dan kan er echt niks meer doorgaan in de wereld. Dan is alles afgelopen, ja. Dan kunnen we ook wel stoppen met vliegen en weet ik veel wat we allemaal niet meer mogen. En ook geen autorijden meer. Ik bedoel, dan zitten we allemaal alleen nog op de step met z'n allen. En dan hadden we natuurlijk al die mensen die zeiden van ja, maar het is niet eerlijk, die Formule 1. Met die mensen die al die evenementen organiseren. Want dat kan dan niet. Of kermissen of weet ik veel wie. En die mensen die hebben wel een beetje gelijk. De evenementen en de kermissen, die hebben gelijk. Tuurlijk hebben die gelijk. Maar ze hadden gewoon het een voor het ander niet hoeven te laten. Ze hadden gewoon moeten zeggen, en evenementen en kermissen en de Formule 1. Punt. Dat hebben ze niet gedaan. En daarom willen die evenementen en die kermissen, ja, die exploderen. Die zeiden, ja, potverdomme, dat is niet eerlijk. En dat is het ook niet. Dat neemt nog steeds niet weg dat het een geweldig idee is geweest om die Formule 1, en jullie weten hoe ik daarover denk, ik heb niks met Formule 1. Helemaal niet. En ik heb daar niks mee. En met alle gedoe, gesleutel en banden en weet ik veel, en mediums en de hup en de pup, ik heb daar niks mee. Maar, beste vrienden, ik moet eerlijk toegeven, ik heb zelfs gekeken, dit is werkelijk te gek voor woorden. Ik ben gaan kijken naar Formule 1, weet je waarom? Dit was gewoon een gigantisch evenement, internationaal, de hele wereld over, Nederland. Oh, ik weet niet wat wij de laatste jaren hebben georganiseerd, maar dit... Nou, dit was geweldig gewoon. Alleen al de supporters. Hey, die mag ik even toespreken. De mensen daar op de tribunes. Iedereen was bang. Oh, ze gaan tekeer tegen die Hamilton. En met voetbalsupporters, ja, daar hou je echt je hart vast. Maar niet deze gasten hoor. Die hebben zich geweldig gedragen. En het was gewoon ongelooflijk. Feest overal waar je keek. Dit was gewoon een geweldig, geweldig evenement. En vrienden, kijk. Hé, hey, wat ik? Blijf staan. Hij gaat helemaal uit de kom. Ja, zo, dan heb ik hem weer terug. Kijk, dan heb ik hem weer terug. Oh, ik mag niet te hard drukken. Zo heb ik gelopen vandaag, vrienden. Zo ben ik door Spanje gegaan vandaag. Met Oranje. Trots op Nederland, beste vrienden. Want, luister eens even goed, wat hebben ze daar allemaal niet gepresteerd? Een oud circuit hebben ze weer helemaal nieuw leven ingeblazen. Ja, en ik heb er geen verstand van. En ik vind het ook helemaal niet leuk. Maar, dat snap ik nog wel. Helemaal opnieuw opgebouwd. Al die tribunes, de hele logistiek van mensen die daar naartoe moeten komen met de treinen, met de fietsen, weet ik veel allemaal meer. Dat is toch heel bijzonder. En het bedrijfsleven die elkaar hebben gevonden in Nederland en eens een keertje de handen in elkaar hebben geslagen. En die hebben dat gewoon helemaal uit de grond gestampt. Dit hele evenement, Nederland is boven zichzelf uitgestegen. Want, hey, wanneer was het voor de laatste keer dat je echt kon zeggen, ik ben trots op Nederland, wanneer kon je dat nou zeggen? Toch helemaal nooit, toch in de laatste jaren toch helemaal niet. En nu wel, met dit evenement, heeft Nederland iedereen in de wereld laten zien, we zijn er nog, we bestaan nog. Vrienden, we kunnen weer even trots zijn op Nederland.